Die woord sagmoedig het bijna een onbruik verval. Een mens hoort slechts in beskrywings van Moses' karakter en in die saligsprekinge. Die rede hiervoor is boonop geen raaisel nie. Sagmoedigheid kan soos volg gedefinieer word: om onrecht met geduld en sonder wrevel te verdier. Geen wonder een mens hoort deesdae so min nie. Dit is kwalik een karaktereigenskap wat in die moderne samenleving aftrek krijg. Soms gebruikt die Bijbel ook een synoniem voor sagmoedigheid, nederigheid. In baie kulture word laasgenoemde ook nie as een wesenlike karaktereigenskap beskou nie. Toch is sagmoedigheid, om onrecht met geduld en sonder wrevel te verduur, een van die sterkste eigenskappe van Jesus en die wat hom volg. Om sagmoedig te wees, is echter nie een doel op zichzelf nie. Nee, vir elkeen wat pijn en leiding deurgaan, kan het ook een krachtige wapen wees. Een vuurdoop en smeltkroes is net mooi die plek om sagmoedigheid aan te kweek, want door ons sagmoedigheid en die fases van gebrokenheid wat ons beleef, kan ons krachtige getuies vir die Here wees. Wat is die verband tussen leiding en sagmoedigheid? Hoe kan ons door ons sagmoedigheid en die fases van gebrokenheid wat ons beleef, een getuie vir Christus wees? Hoe kan sagmoedigheid een sterk eigenskap vir die gelowige wees en nie een swakheid nie? Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat, 3 September.